Laatste graf voor Franse verdedigers van Zeeland. Het is donderdag 20 mei. Dit is Zeeland Nu. Na 70 jaar eindelijk identiteit bekend. Fruitloodsen tot de grond toe afgebrand. En wordt bier lekkerder van zeewier? Goedenavond. Ruim 70 jaar was het een raadsel. In welk graf ligt de Franse gevechtspiloot Georges Samery? En in welk graf ligt zijn boordschutter Eugène Le Marisquier? Want bij het verplaatsen van hun lichamen van Middelburg naar de militaire begraafplaats in Capelle raakten ze hun identiteit kwijt en was onduidelijk wie nou waar lag begraven. Maar vanaf vandaag kan de familie hen weer bij het juiste graf herdenken. Het is 11 mei 1940. In de lucht boven Vlissingen heeft de Tweede Wereldoorlog Zeeland al bereikt. Een Frans Potenz-vliegtuig legt het af tegen een Duitse Messerschmitt en stort neer. Het vliegtuig scheerde hier over het dak en viel achter ons huis in de Verkouwkwakkelenstraat. Je rent de straat uit, je slaat de hoek om naar de Verkouwkwakkelenstraat en daar zie je het. Het was kapot en het vliegtuig lag in de tuin, brandend. De zwaar gehavende resten van piloot Georges Samery en boordschutter Eugène Le Marisquier worden in eerste instantie op een kerkhof in Middelburg begraven. Maar in 1949 worden ze overgebracht naar het Franse militaire ereveld in Capelle. En onderweg gaat iets mis. In Capelle weet niemand meer welke naam er bij welke resten hoort. Dus krijgen de vliegeniers een semi-anoniem graf naast elkaar. Een gruwel voor de nabestaanden. Gemeentesecretaris Arnold van den Berger krijgt na meerdere pogingen het voor elkaar om DNA van de resten met nog levende familie te vergelijken. Zodat we nu de resten weer kunnen gaan herbegraven. Hoe voelt dat? Ja, dat geeft me een heel goed gevoel. Dat je er toch aan kunt bijdragen om voor de familie een stuk erkenning te brengen voor wat deze mannen uiteindelijk hebben gedaan. En vandaag was het dan na tientallen jaren eindelijk zover. Onder toeziend oog van een select gezelschap, waaronder de familie van de omgekomen vliegeniers, werd de vloek van de anonimiteit voor Georges Samery en Eugène Le Marisquier opgeheven. Beaucoup d'émotions. Je suis très honorée d'être reçue ici. C'est voilà, beaucoup d'émotions de pouvoir honorer mon grand-père. Je suis vraiment heureuse qu'il retrouve son nom. Ça, c'est quelque chose. Et en ce moment, vous savez, je pense surtout à mes parents, à ma mère et tout, qui auraient tant voulu pouvoir voir ça. Een berg staal is het enige wat nog over is na de grote brand afgelopen nacht bij een fruitbedrijf in Capelle. Twee fruitloodsen gingen daarbij in rook op, maar de twee naastgelegen woonhuizen konden worden gered. De brand ontstond iets na 1 uur en even werd nog gevreesd dat stroomkabels boven het bedrijf zouden bezwijken. Ze hangen er niet echt boven, maar wel vlak naast het pand. Dat hebben ze heel de nacht in de gaten gehouden en vanochtend is dat door deskundigen nog beoordeeld. En die hebben geen schade, dus... In een van de loodsen sliepen 17 werknemers. De 10 Polen en 7 Nederlanders worden nu op een andere plek ondergebracht, maar zijn door de brand al hun bezittingen kwijtgeraakt. Niemand is gewond geraakt en volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Erik van Merjenboer, de kersverse burgemeester van Terneuzen, is de nieuwe voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. Dat hebben de 13 Zeeuwse burgemeesters unaniem besloten. Ondanks dat hij nog maar 2 weken burgemeester is, zegt Van Merjenboer genoeg ervaring te hebben om het voorzitterschap over te nemen. Dan is de burgemeester van
bestuurlijke ervaring in het Brabantse. Ook in de directe crisisbestrijding. Dus dat is toch mooi dat je ook vanuit de operatie een goed beeld hebt van wat in een veiligheidsregio gebeurt. Ja, en daarnaast toch ook wel een ruime bestuurlijke ervaring. Van Merrie en Boer volgt Jan Loning op. Die ging op 1 mei met pensioen en legde toen ook zijn voorzitterschap van de veiligheidsregio neer. De 22-jarige longkankerpatiënt Niels Harthoorn uit Overzande gaf vandaag een wit lint aan medewerkers van het ADRZ in Goes. Het is het startschot van de White Ribbon Tour, waarmee hij geld ophaalt voor longkankerbehandelingen. De White Ribbon Tour is een tour door heel Nederland in verschillende routes naar verschillende ziekenhuizen om longkankerbewustzijn en bekendheid te krijgen. Want iedereen met longen, zoals ik, kan longkanker krijgen. Het vooroordeel is dat longkanker vooral ontstaat door roken, maar dat is niet altijd zo. Het kan ook door een mutatie komen, wat echt gewoon super pure pech is, dat uit het niets ontstaan is. Het is feest voor de boekenwurmen onder ons, want de bibliotheken mogen de deuren weer openen. En bij de Biep in Terneuzen stond er voor de opening al een lange rij. Op internet is het toch een beetje anders, hè? Dan kan je het weer voelen. En ja. Makkelijk vinden, zelf uitkiezen. Dat is ook wel leuk voor hem. Ja, ik wil weer wat autobladen gaan halen en tijdschriften. Dus dat zijn, die mochten we niet lenen tijdens uitleen. En nu haal ik daarom. En ook het personeel van de Biep is er maar wat blij mee dat er weer leven in de brouwerij is. Want een Biep zonder mensen, dat is maar niks. Op die manier ging het leven een beetje uit de Biep. Ja, kan ik echt wel zeggen. Ja, want de Biep is er voor de mensen. Ja, en als de mensen verdwenen zijn, dan heb je alleen nog de materiële dingen over. En dat is niet de Biep. Het eerste nummer van de musical over Michiel de Ruiter is klaar. Het opnemen ging wel anders dan normaal, want het is opgenomen terwijl de zangers allemaal thuis achter een computer zaten. Onverwoestbaar, onbedwingbaar, onmisbaar, voor niets en niemand. Het Muziektheater Zeeland bestaat 75 jaar en voert daarom een grote musical op over Michiel de Ruiter. Die had eigenlijk in maart al in première moeten gaan, maar dat is nu voorlopig uitgesteld naar november. Zeewier in je bier. Het kan. En dat bewijst Jacques Zwier uit Vlissingen. Hij brouwt Westerschelde bier. En hoewel het een foutje is dat er uiteindelijk zeewier in is beland, zijn sterrenkoks enthousiast over het brouwsel. Bij laag water gaat de gitaarbouwer naar een strandje vlakbij zijn huis. Op zoek naar een speciaal zeewier om zijn bier mee te brouwen. Het Irish Moss. Dat je zeewier gebruikt bij het brouwen om je bier te klaren is eigenlijk een soort algemeen geheim, zullen we maar zeggen. En dat is een heel klein beetje, ongeveer een gram op een liter, geloof ik. Maar ik vond het dan leuk om dat zelf te oogsten, zeg maar. Om een Zeeuws bier echt zo Zeeuws mogelijk te krijgen. Dus ik wilde dit zeewier hebben. En ik heb eigenlijk niet heel goed gelezen, want ik heb er het tienvoudige in gedaan van wat er in hoort om je bier te klaren. En daardoor, en ik heb het niet gespoeld, zout zit er ook nog in. En daardoor is het een soort smaakding geworden in plaats van alleen maar om te klaren. Het vers geknipte zeewier gaat thuis de oven in om het te roosteren. En dan later het bier in samen met andere Zeeuwse ingrediënten. Ik probeer 100% Zeeuws. Dat lukt nog net niet, maar een Zeeuws bier moet Zeeuws bier zijn, toch? Er gaat zelfs Zeeuwse stroop in, zag ik net. Ik brouw samen met mijn zwager, dus ik zei tegen mijn zwager, we gaan met keukenstroop doen. En die kijkt me echt zo aan. Hij zei, ik geloof niet dat iemand dat al gedaan heeft. Dan gaan we dat doen. Dat moest je nou net hebben. Ja, dat is wel, ik vind dat het leukste. Na een heel brouwproces is het bier uiteindelijk geschikt voor consumptie. Het zilten, een hint van zilt. Echt helemaal op de achtergrond. Zeg maar, ik heb wel eens een biertje geproefd waar je het zout echt inproefde als zout. Niet lekker. Maar vooral is het heel veel smaak en toch heel erg zacht. Dat vind ik bijzonder. Ja, en hij wordt nog zachter als die ouder is. Wordt hij nog ronder. Je wordt er echt heel ontspannen van.
Het was 10 jaar geleden een revolutie. De introductie van de mosselzaadinvanginstallatie, ook wel afgekort de MZI. Het werk van de mosselkwekers veranderde hierdoor wel flink en de vissers stonden nou niet bepaald te trappelen om ermee aan de slag te gaan. Dit zijn Zeeuwse mosselvissers aan het werk op de Waddenzee. Hier groeit het mosselzaad dat later naar Zeeland wordt gebracht om groot te groeien. Omdat ze duurzamer moeten gaan werken, wordt steeds meer mosselzaad gevangen met mosselzaadinvanginstallaties, MZI's. In plaats van op de traditionele manier, waarbij er over de bodem gesleept wordt met netten. De mosselkwekers hadden toen ze 10 jaar geleden begonnen veel kritiek op de MZI's. Maar inmiddels is die mening veranderd. Zeker in het begin was iedereen vrij sceptisch. Maar uiteindelijk blijkt het wel een hele goede toevoeging voor het bedrijf, voor de grondstof. Op het moment dat jij substraat in het water brengt, of dat nou touw is of net, dan zien we dat die mossellarven ruimschoots aanwezig zijn en zich er ook goed aan hechten. En dat geeft een, toch gewoon een zekere oogst. Hier achter me liggen ze in het water, de mosselzaadinvanginstallaties, de MZI's. Het klinkt als een goed woord voor galgje, maar hoe werken ze nou eigenlijk? Er zijn verschillende soorten MZI's. Op het water drijven tonnetjes of zoals hier buizen. Daaronder hangen dan netten van ongeveer 4 meter lang. In het water drijven de larven van mosselen. En als ze een schelp om zich heen krijgen, zakken ze niet naar de grond, maar vestigen ze zich op de netten. Dit gebeurt vooral in het voorjaar. Op deze manier lopen de mosselen minder risico opgegeten te worden door zeesterren of krabben. De mosseltjes groeien groter en in de zomer wordt de hele MZI uit het water gehaald. De mosselen gaan daarna naar de kweekpercelen tot ze groot genoeg zijn om gegeten te worden. Ongeveer 30% van het mosselzaad wordt op deze manier gevangen. In 2026 moet dat 65% zijn. Het belangrijkste is eigenlijk dat we toch naar een uitbreiding gaan van het totale areaal aan MZI's. Omdat we afgesproken hebben met de overheid en de natuurorganisaties om stap voor stap het bodemzaadvisserij te verminderen. En de MZI-zaad om die hoeveelheid te verhogen. En dat betekent nogal wat voor de kwekers. Het betekent inderdaad nog flink wat tijd erin stoppen, flink wat geld erin stoppen. En dan hopen we dat het allemaal goed gaat. Het is natuurlijk wel veel duurder dan de zaad wat je vist. Maar technisch gezien heeft de sector daarin wel grote stappen gezet. Het is nu gewoon prachtig om te zien hoe dat werkt en hoe geoptimaliseerd ze dat ook hebben. Het is enorm veel werk aan tijd, materiaal. Alles, dat is wel een nadeel qua, we hebben er veel drukker door gekregen. En onze kostprijs is aanzienlijk hoger geworden. Een keuze hebben ze niet, want het is de bedoeling dat de oude manier van mosselzaadvissen in 2029 verdwenen is. Perfect weer om te paragliden, vanmorgen dan toch, want bewolking en sterkere wind bepaalden het beeld in de middag. En dat beeld zet zich verder door tot morgen overdag, want pak de bingo-kaart er maar alvast bij. Want alle weertypes komen voorbij morgen. Van bewolking tot zon en van regen tot harde en aan zee stormachtige wind. Voorlopig nog geen lenteweer dus, maar wel het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Want we zijn er morgen gewoon weer. Nog een fijne avond.